Ik wil graag even beginnen met een vraag aan jullie. Namelijk, welke thema's moeten anno 2019 in de zorginfrastructuur worden geregeld? Ik zit even te denken, hebben mensen iets om te roepen? Is er iets wat je belangrijk vindt? Kunnen ook ze allemaal afgaan? Wie vindt medicatie bijvoorbeeld belangrijk? Medicatie, beelduitwisseling, patiëntsamenvatting. Met anders nog, alle bovenstaande punten. Ja, ik denk F zelfs. F. Als je nu kijkt wat er allemaal aan onze ICT-labels hier gevraagd wordt, dan is het nog meer als wat hier staat. Ik heb ik wil niet zeggen een uitputtend lijstje, maar een lijstje waar zeker 5 keer zoveel punten op staan. Ik hoorde iemand G. Ja, sorry. Jij was altijd influisteren. Ja, nou, het goede antwoord is, mijn betoog van vandaag wordt namelijk geen van allen. Ik wil nog een keer terug naar de vraag. Welke thema's moeten door een zorginfrastructuur worden geregeld? En mijn betoog zal zijn dat een infrastructuur content agnostisch is. Oftewel, wat je eroverheen gaat sturen is niet aan de infrastructuur, maar ligt er bovenop. En volgens mij is dat een van de uitdagingen die we nu met elkaar hebben, omdat vaak informatie of die infrastructuren die worden op een andere manier, die worden vaak door alle lagen heen opgesteld met alle eigenschappen van dien. We hebben het over infrastructuren. We proberen wel eens te zoeken naar analogieën, wegenstelsels, nutvoorzieningen. Maar eigenlijk een van de beste passende analogieën of voorbeelden, denk ik, dat we met z'n allen kennen, is het internet. En eigenlijk past die zo mooi dat ik hem ook gewoon wil gebruiken en in eerste instantie even wil behandelen met hoe werkt dat nou precies en waarom is het zo'n succes. Nou, het internet. We hebben browsers, we hebben websites. En behalve standaarden hebben die elkaar nog nooit ontmoet. We hebben daar niet, er is niet een stuk van het internet wat werkt met versie die en andere versie die. Zelfs in China of overal maken we gebruik van dezelfde technologieën. Je kunt dus allerlei dingen uitwisselen met elkaar. Dat is het interessante. En dat komt omdat er een gelaagd model in zit. Dus een goede internet is een goede taart. Je ziet hier verschillende browsers staan, verschillende technologieën, verschillende protocollen. En dat draait hier allemaal ook weer op verschillende fysieke lagen. Dus je kunt dezelfde website bezoeken met via een kabel, wifi, bluetooth, 4G, 5G. Dat maakt allemaal niet uit, kun je maar uitwisselen. Er zijn verschillende HTTP-versies in omloop. En je kunt, er komt een nieuwe browser op, daar gebruik je ook een andere versie voor. En dat komt omdat we denken, als we over het internet, als daar wordt gedesigned, op het verschillende lagen. En elke van deze lagen faciliteert de laag erboven. En het leuke ervan is in de zorg, en er zitten nog een aantal voorzieningen bij. Los van zeg maar de infrastructuur er ligt, zijn er bijvoorbeeld dingen als zoekmachines. Waar kan ik de content vinden? Je typt in Google iets in, een onderwerp wat je wil weten, je krijgt er een website over. Die website is natuurlijk niet echt het adres van de server, er is een domain name system zit erachter. Dus dat betekent dat je dus van een naampje, weer.nl, uiteindelijk naar een IP-adres gaat. En dan doet de infrastructuur vervolgens de routering onder water. En als je dan bij die server uitkomt, wil je ook weten dat het daadwerkelijk die partij is die je verwacht te zien. Dus er zitten certificatenautoriteiten in. Dat zijn partijen die je vertrouwen en die domeinnamen koppelen aan websites. Om het maar zo te zeggen. Ja. En de vraag is natuurlijk altijd een beetje, wie is de baas over het internet? Is dat één infrastructuur? Is dat één bedrijf die dat heeft gedaan? Nou, eigenlijk zie je dat er heel veel verschillende instanties zijn die op al die verschillende lagen bezig zijn. Bijvoorbeeld IP-adressen in de wereld zijn er niet heel veel van. Dus die worden overal uitgegeven aan partijen en die mogen dan zichzelf adverteren zodat ze vindbaar zijn. Je hebt het IETF, dat is een organisatie die standaarden beheren. Deelnemers komen uit de industrie en overheden, dus dat zijn allemaal belanghebbenden. En die werken allemaal mee aan het ontwikkelen en het in stand houden en het uitbreiden en verbeteren van standaarden. En dan zie je bijvoorbeeld weer op het andere laag, dat is namelijk bijvoorbeeld webtechnologie, dus website, HTTP of HTML, dat is dus het W3C. En dat is dus weer op een hele andere laag in de stack. En zo zijn er talloze van dit soort instellingen die zich op hun eigen stukje bezighouden met de technologieën die ervoor zorgen dat wij met z'n allen het web kunnen gebruiken. Nou ja, en waarom is dat dan een succes? En dat is eigenlijk mijn betoog. Het maakt dus niet uit wat je eroverheen stuurt. En lagen zijn te vervangen zonder dat het direct effect heeft op andere lagen. En iedereen houdt zich bezig met zijn eigen laag en gedeelde diensten faciliteren dus gebruikers. Dus
stel je voor dat het niet zo zou zijn en we zouden bijvoorbeeld die IETF moeten wachten tot we zij een technologie hebben bedacht, dat we met z'n allen een podcast kunnen luisteren. Of dat we een verzoek indienen en zeggen, ja, we willen nu onze Internet of Things aansluiten en de lampentechnologie ligt klaar, kunnen jullie dat faciliteren? Of nou ja, Netflix of Tesla. Je kunt geen niet verzinnen, alles wat op het internet gebeurt en niemand houdt zich, weet je, de mensen die deze use cases, die vinden allemaal plaats bij de partijen die hier direct behoefte aan hebben en maken gebruik van alle onderliggende zaken. Dus, terug naar de zorg. Als je kijkt naar dit plaatje, waarschijnlijk ben hem, misschien, wie kent hem? Laat ik hem nog zo vragen. Dit is het plaatje wat de NICT is, meestal heeft als het over het vijflaag model in de zorg hebben. En dan gaat het eigenlijk snel. Alles binnen de kaders van wet, regelgeving en natuurlijk security. Zeggen ze, nou, er zijn allerlei beleid op de organisaties, zorgprocessen, informatiebouwstenen. Dat zijn bijvoorbeeld SIPs en applicaties die worden gebouwd. En dan de IT-infrastructuur. En hier wordt IT-infrastructuur als één stukje gezien. Terwijl dat we net natuurlijk zagen dat het internet, als je dat weer opsplitst, ook weer allerlei verschillende lagen hebben. Dus dit is op zich een heel goed idee. Alleen wat je nu vaak ziet, is dat de use case gecentreerd gedacht wordt. Dus dan zeggen we, oké, we moeten iets maken, namelijk waar is nu de meeste behoefte aan? Enorm veel medicatie doden, door fouten, doden door medicatiefouten in de zorg. Dus we moeten medicatie gaan uitwisselen met elkaar. Dus wat wordt er dan gedaan? Dwars al die lagen heen wordt er processen, organisatiebeleid, alles wordt opgebouwd en er komt een IT-infrastructuur bij en dan moeten we volgens alle partijen op aan gaan sluiten, want we willen immers die doden voorkomen die door medicatieproblemen. Alleen, ja, vervolgens komt er een nieuwe use case, een andere, ik noem wat, met mij. En die pakt hem ook helemaal opnieuw. Een heel programma wordt opgesteld, dwars door al die lagen heen, nieuwe infrastructuur en we kunnen nog een koppeling gaan maken. En al die applicatiepartijen, die moeten dus die koppelingen gaan maken. En je kunt je wel voorstellen dat, kijk, in de basis is het waarschijnlijk mogelijk om al die verschillende infrastructuren te gebruiken voor alle verschillende use cases. Alleen omdat we dus niet op onze laagjes denken, maar er dwars doorheen gaan, eindigen we met een enorm versnipperd infrastructuurlandschap. Nou ja, kijk, en ik had net de voordelen van wat als je dat wel doet, maar eigenlijk zie je dat al die voordelen opeens weggaat. Namelijk enkel een select type informatie ondersteunt. In plaats van dat je alle lagen kunt vervangen, zijn ze allemaal met elkaar verwoven. En infrastructuurpartijen houden zich bezig met alle lagen in die organisatie. Dus zowel op codestelsels als XML versus JSON of doen we het via het publieke internet of het open internet. Dus dat, ja, dat geeft behoorlijk wat problemen. En daarom, ja, wat ik eigenlijk zou willen zeggen is, dit is ook geen infrastructuur. Want dit is eigenlijk een soort ideaal plaatje, wat volgens mij is een heleboel al geregeld namelijk in Nederland. Als je kijkt naar het internet, nou, dat werkt vrij goed. Dan kunnen we daarboven nog gewoon API's bouwen. Er zijn verschillende API's al helemaal uitgedacht. Dit zijn dus de lagen, wat mij betreft, die ideaal zijn, zeg maar. Je hebt FHIR-berichten, CDA-berichten. Er zijn op een hoger niveau heb je allerlei informatieprofielen. Er zijn allemaal organisaties al bezig met allerlei bouwstenen maken, IAE-profielen. Daarbovenop hebben we de applicaties die waarschijnlijk wij of met z'n allen al bouwen als leveranciers. Daarmee proberen we dus bepaalde processen te faciliteren. Daar zitten allerlei al processen in die dus vanuit, hoe hoger je naar boven gaat, hoe uiteindelijk inhoudelijker het steeds wordt. En hier is al enorm veel onderzoek naar gedaan. Maar het enige wat er nog mist, is een set voorzieningen. Net zoals op het internet op een gegeven moment DNS en certificaten nodig hebben wij ook iets nodig wat we als faciliteit naast al die dingen die je net liet zien neerzetten, om te zorgen dat je dus een stuk identificatie regelt, een stuk lokalisatie, een stuk vertrouwen in de vorm van die lokalisatie, toestemming van de patiënt, mag die data heen en weer. En als dan data heen en weer gaat, zorg ook ervoor dat het dan inzichtelijk is door een goede vorm van logging. En dat is ook wat Tim net zei. Er zijn misschien geen infrastructuur, maar het is een set voorzieningen om die infrastructuur die we met z'n allen al hebben en al die faciliteiten die hier tussen staan, om die goed te laten werken.